Attentie, deelnemers. U bent hier op Sportpark Drieburg bij de sportvereniging De Meer. Een vereniging die 3 afdelingen telt: voetbal, handbal en sinds kort, of eigenlijk alweer wat langer, ook een tennisafdeling. De vereniging De Meer bestaat dit jaar 70 jaar. En de tennisafdeling viert dit jaar het 10-jarig bestaan. Is begonnen op de greffelvelden die u hier achter ons ziet liggen. Daar zijn we eigenlijk recreatief begonnen. En het heeft zich nu ontwikkeld, eigenlijk buiten verwachting, tot een compleet tennispark. Wat aan de overkant hier van het Drieburgpad ligt. 5 echte tennisgreffelbanen en 2 all-weatherbanen. Banen waarop een heel jaar doorgespeeld kan worden. Bent u tevreden over die 7 banen? We zijn uitermate tevreden over die 7 banen. We hebben zelfs meer als dat we in eerste instantie gewild hadden. We waren een klein beetje bang dat we niet voldoende leden zouden krijgen. Maar dat loopt uitstekend. We zijn zelfs zo ver gegaan dat wij dus onze banen ook willen openstellen voor invalide tennis. Zoals u ziet hebben wij bij ons te bouwen clubhuis, wat nog wel enkele haken en ogen met zich meebrengt, gaan we dus voor de invalide openstellen. Door middel van een hellingbaan, grotere toilet en allerlei zaken die daar dus voor nodig zijn. Het vreemde doet zich alleen voor dat wij tot op heden een aanvraag en een oproep hebben gedaan bij de stadsdeelraad voor invalide tennis. En daar krijg je natuurlijk allemaal best positieve kreten te horen. Maar om nou daadwerkelijk voor de invalide naar ons terrein toe te krijgen, dat is ons tot op heden niet gelukt. Wij wachten natuurlijk ook totdat onze accommodatie klaar is. En dan zullen we er zeker invaliden met ganse harten ontvangen. Ja. Kijk, wij vinden gewoon dat het zeer belangrijk is dat ook invalide mensen kunnen tennissen. Niet alleen tennis, maar ook sport kunnen bedrijven. Nou, wij willen graag onze accommodatie daarvoor beschikbaar stellen. Wij vinden het zeer belangrijk dat die mensen met valide kunnen tennissen. Dat hier gewoon hun, ja, toch hun handicap een beetje kunnen vergeten. En daardoor een boel plezier kunnen hebben in de sport. En verwacht je dat er animo voor is bij de invaliden? Ongetwijfeld. Er zijn in de Waardgasmeer toch een redelijk aantal invalide tennissers. Alleen de drempel is voor hun nog te groot. Hoe wilt u promotie voeren? De bekendheid via uiteraard wat reclame. Via de bond. En via toch in de meer zelf een soort reclameactie te gaan ondernemen. Om de bekendheid te geven dat is bij de meer de invalide tennissers kunnen komen tennissen. Attentie! U bent niet erg tevreden over de parkeerplaatsen. Wat zijn uw plannen daaromtrent? Nou, de parkeerplaatsen voor het gehele sportpark Drieburg zijn zeer slecht. We hebben nu gelukkig schitterend weer, maar als het gisteren geregend had, dan was dit sportpark eigenlijk onbereikbaar. En het is van het allergrootste belang dat dus een schitterend sportpark zoals dus Drieburg natuurlijk een goede bestrating krijgt en goede parkeerplaatsen, zodat niet alle auto's wegzakken en het hier een grote modderbende wordt. Want zoals je ziet, het is een schoonheid van een park en het minste wat je dan natuurlijk ook moet doen, dat is zorgen voor goede parkeergelegenheden. Nou, het zou best zijn als daar permanente parkeerplaatsen zouden komen. Het is alleen degene dus dat de deelraden geen geld hebben om dat aan te leggen. En om dat nou op de vereniging te gaan terugbrengen lijkt ons een beetje, ja, bij zich absurd. Het kost al zoveel geld, liggen prachtige banen. 'S Winters, als het regent in de herfst, het is verschrikkelijk. Je kunt geen auto parkeren. Tot aan je assen sta je in de modder. Van Vuren, kunt u nog leden gebruiken voor tennis, handbal of voetbal? Ik denk dat elke sportvereniging, dus ook De Meer, leden kan gebruiken. Wat het tennis betreft, dat loopt vrij hard. We hebben op een gegeven moment gezegd 7 banen, maal pakweg 80 volledige leden per baan. Dus dat houdt in dat we bij 5.500 stopzetten en we lopen tegen de 500. Dus dat, maar dat staat tegenover dat overdag is er ruimte plenty, de zogenaamde dalurenleden. Dus dat is altijd welkom. En zeker jeugdige tennissers, wat voor ons dus ook helemaal iets nieuws is. Wat voetbal en handbal betreft, dat zijn sporten die over het algemeen een terugloop kennen. Dus, en dat is bij ons niet anders. Daar zijn ze altijd welkom mee. Attentie, attentie.
Was er een